kijkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Het gaat weer al wat beter met mijn schouder. Dus ik ga beginnen te vloggen in deze coronatijden. En ja, kijk eens wie ook bij mij is gebleven in de coronatijden. Mijn goede vriendinnetje, Bea. Ja. Eigenlijk beter gezegd, mijn liefje. Eigenlijk ja. Mogen we niet meer kussen, hè? Eigenlijk mag dat niet, nee. Maar ja... Geliefde, je kent dat, hè. Dus, we gaan nu een kleine wandeling maken buiten. Met twee... Laat me eens helemaal zien, schat, hoe heet de bijlopen naar buiten. Zie dat dus aan, hoe mooi. Met mijn sandalen. Ja. En je ziet ook op het uit dat ik voor zorgsmaatregelen heb genomen. Dus als... Tot hier en leg het maar op de kist die daar staat. Dankjewel voor jullie hulp. Ja. Dus als ze pakjes hier leveren, kunnen ze dat perfect in deze kist hier leggen en dan pak je dat daar terug uit. Dus ze mogen nog wel tot boven komen van mij. Maar we gaan nu ook wandelen. Dat mag maximum met twee personen. Nou zeg maar. Gaan we je autosleutels hier laten? Nee, die pak ik wel mee. Voilà. Dus we gaan een kleine wandeling maken, ook richting het centrum. Ik doe geen mondmasker aan, punt eruit. Dat is niet nodig, vind ik. Dus ja, we gaan nu een hele schone wandeling maken en kijken ze. Wat een prachtig weer dat het buiten is. Ja. Wacht even, ik moet even voor mijn zon of het goed aanvoelt. Oké. Okay. Want in de schaduw is het best. En? Oké, okay, let's go! Oh, lekker zonnetje. Maar in de schaduw is het wel wat frisjes, maar we gaan het direct. Oh, die wind is koud. Ja, zeg dat wel. Hola. Oh. En ja, sorry. Ja, en wij moeten dat niet doen als we buiten komen. Ja, dus als wij politie tegenkomen of zo, kunnen we wel beboet worden als wij. Te dicht bij elkaar wandelen. Maar dat wil ik niet. Dus wij willen geen boetes hebben. Dus we pakken een kleine afstandje. Maakt niet uit. We doen een goede wandeling. Voilà. Dat is ook goed voor mijn spierkes. Ah. Niet te snel wandelen, hè, schat. Oké, schatje. En zie dat hoeveel water dat hier staat. Een lekker mos aan het groeien in het water. Dat groen. Ja. Dat zijn algen. Juist, algen. Zelfs word ik hier nog verbeterd in mijn comments. Dat zijn algen, Dimitri. Dat zijn algen. Ik noem dat ook mos. Ah, oké. Okay. Maar ja, iedereen is er anders in. Zeker. Heb ik nog geen zandberg? Ik niet. Ik wel. Ik ken niet. Ook, want ik heb camera bij. Ik was aan het kijken wat de haar antwoord ging zijn. Oh, lekkere wandeling. En er is niemand te bespeuren. Nee. Geen ene kat. Jawel, Mirjam. Kijken als ze het ziet. Nee, ja, nee. Even. Nee, ze ziet het niet. Voort. Nee, ze is te druk bezig. Ze is te druk bezig. Nee. Ja, zo wat we vragen aan de bewoners hoe het nu een klein beetje ook gaat. Het is ook echt heel moeilijk voor hun. Zeker ook naar de ouderen toe. Bel nu regelmatig naar uw familie toe. Vooral naar uw oma's, want die zijn het gevoeligste aan het virus. Dat wel. Dus hou contact. Ik heb dat ook nu gedaan bij mijn bomen. Ik heb ook heel veel instanties. Ik moet je pakken. Oké, dan gaan we eens even terug. Nee, wacht. Trek het wel op. Oké. Okay. Als ik voel dat hij verder af zat. Oké. Okay. Dus ik heb ook nog redelijk wat instanties gebeld. Zoals ik een accordeon voor mijn huur. En dan ben voor de maand maart ben ik nog in orde.
Maar er gaan wel problemen komen in de maand april. We waren weer te dicht bij elkaar aan het gaan. Ja hoor. Echt een vraagje naar mijn kijkers toe. Pak jullie genoeg afstand? Ja of nee? Laat het hier in de comments nu weten. Bij deze tijden. En wat ik ook nog misschien ga doen. Misschien nog vandaag. Ja, dus de vlog komt morgen pas online. Dus vandaag. Is een livestream doen. Dat is een goed idee. Dan kunnen we ook de vragen van de kijkers wat beantwoorden. Ja. Ik ga dan ook wat opzoekingswijd doen. Want nu is ook het doek gevallen over Studentenland. Studentenland gaat deze editie ook verschuiven. Niet cancelen, maar wel verschuiven. Ja, kom maar, schat. Ik dacht eventueel zo te gaan en dan. Ah, oké. Okay. Maar... Ja, dat is ook cool. Maar anders doen we toch zo een episode en terugkomen. Oké. Ja, mensen, oudere mensen, blijf alsjeblieft thuis. Ik ga het gewoon door, want ik wil niet te ver. Niet te dicht bij mij komen, of wat? Ja, nee. Oké. Okay. Ja, wij moeten toch onze vlogs nog wat positief houden, hè? Ja, maar ja, we moeten ons ook houden aan de regels. Ja, de wetten en de regels wat er nu heel streng worden opgelegd. Oh my god. Kijk, het over de straat en ik loop over de straat. Oké. Dus ja, dus, we zitten nu. Vandaag is toch woensdag, hè, schat? Ja? Vandaag is toch woensdag, hè? Ja. Dus op woensdag 18 maart gaat ja, het regering durft het woordje lockdown niet uit te spreken, maar wel verstrengde regels. Verstrengde regels dat. Vandalen. Ja, kijk maar. Oei. Zie ik het? Ja. Dan moeten we het rustig aan doen, hè? Ja, dat is vast snel lopen. Ja, oké. Ja, sorry, kijk eens, ik ver van Dimitri afloop, maar dat is eigenlijk met de regel wat moet komen. Ja. Wij houden ook strikt aan onze regels. We wassen onze handen goed, ook als we van de wc komen. Wij douchen ons goed, dus dat komt goed allemaal. Maak je geen zorgen om ons, maak vooral zorgen om jullie eigen, want... En probeer ook iets positiefs van te maken, want voor je het weet, zijt je er niet meer. Voilà. En ik kan je één ding zeggen, ze willen ik de express weg, hè. Rustig, is hè? Zo rustig! Dat ik nog nooit ben gewend geweest. Want ik moest. Want ik ben vandaag nog naar. Ik heb hier op steentjes lopen, schat. Waarom? Auto's. Jullie rijden daar allemaal in. Dus ik ben ook vandaag nog naar mijn wijk gereden. En eigenlijk bij de Langveldstraat, waar ik altijd moet oprijden op de expressweg. Waar ik op de expressweg moet rijden. Dat is niet goed, dat schat. Nog even volhouden dan. Dan moeten we terug met deze weg komen. Dat is niet zo veel. Nee. Dus, wat wil ik nu zeggen? Was het nog... werk. Ja, dus toen ik echt de expressweg opreed, daar was het zo rustig. Ik kon direct op de expressweg oprijden, wat ik eigenlijk bijna nooit kan. Nooit. En nu in één keer wel. Allemaal zo raar. Weiniger auto's. Weiniger mensen op straat. Schat, kom aan die kant lopen, want daar is het niet. We mogen ook niet op straat lopen. Ja, maar dat is het einde van de stoep al. Ja, maar op het steentje. Ah, dan, eigenlijk moet je tegen de verkeer altijd inwandelen. Ja, maar ook op de stoep. En als er geen stoep is, moet je naar de andere kant. Ja. Allee mensen, we gaan nog even wel wandelen. Yo! We hebben nog altijd een perfecte afstand genomen van elkaar. En, dat moest van mij. Ja, dat moest van haar. Maar we zijn nu bijna terug op het appartementje. Yay! Oh. We hebben het gehaald. En we hebben ook nog eens at the corner. Dus bezocht. Bezocht. En hier is dan weer al wat reclame voor jullie, at the corner.
We hebben jullie echt graag. Ja, we hebben jullie echt zeer graag. Jullie zijn ook bezorgd ook om ons. Dat zijn we echt dankbaar voor. Dat is ook heel lieve mensen. Ja. Als je merkt en je komt er zelf, dan merk je vanzelf ook van hoe ze zijn. En dat is gewoon fijn bij jou. Ja. Jij hebt daar trek. Schat. Ja. Met mijn vingers moet jij behandelen. Dus ik moet wel één ding zeggen. Dus als je daar binnen zat, je trek. Oh, ja. Precies dat je terug thuis komt. Ja, gevoel. Het is echt een warme gevoel dat je krijgt. Ja. Dat had ik ook in het begin toen ik daar kwam. En ik ben zelfs één keer, toen ik met de bus naar Dimitri ging, daar iets gaan drinken en vroegen ze nog hoe het met me ging. Toen ik ging afbetalen. Chapeau, blauw duimpje. Ja. En wat ik ook gisteren jammer moest betreuren, dus wat niet aan mijn kant. Hier heb je dus een voetbalveld. Het is de strengste verboden om nu hier komen te voetballen. Dus doe het niet, want de politie komt u halen en geeft een proces. Blijkbaar. Want blijkbaar hebben er, hier hebben dus gisteren 3 jongeren zitten te voetballen. En dat mag niet tijdens deze tijden, want het is helemaal afgesloten. Ook met pikkeldraad, je ziet het. Ja. En heel vooraan hangt een bordje. Strengste verboden toegang. En toch hebben ze dat genegeerd. En wat hebben ze dan ook gedaan? Daar staat dan ook nog zo'n goal. Die is dan ook nog verplaatst naar het midden toe. Dus hebben we ook nog aan andermans spullen gezeten. Doe het alstublieft niet. En vermijd ook boetes. Ga nu ook niet naar de speeltuinen, want die zijn closed. Alles is nu momenteel gesloten de komende 2 weken. Wat je best kunt doen, is gewoon zoals wij in de natuur wandelen. Ja. Geniet van het zonnetje. Die is er nu. Kijk eens, wat een mooie blauwe lucht. Ik ga zelfs hier op de gras zitten of zo en dan genieten van zon. Nou, dat kunnen we doen. Met een handdoek zo. Of met een klein dekentje. Ja. Ja, we kunnen toch niet veel doen. Een apart tekentje, want als de politie hier rijdt, dan vinden ze dat vanavond daar weg of zo. Ik heb aparte tekentjes hoor. Hoeveel tekens heb ik denk niet heb hier op mijn appartement? Ik heb heel veel. Ik heb heel veel tekentjes op kussens. Voilà. En toch zijn we met 2. Ja, maar moesten kussens of teken kapot gaan, dan heb je wel zorg. Voilà. Allee, we zijn nu terug bij het appartementje. Tot straks. Zo, mijn schatje heeft iets aan zijn voet door te wandelen. Ik ga gewoon een zalfje halen bij de apotheker. Dus dit mag. Dus dan gaan we even gewoon naar de apotheek toe. Een zalfje halen. En dan zijn we terug. Want je mag niet anders verplaatsen. Ik weet niet waar is dat ik mijn sleutels heb niet boven heb gelaten. Hè. Ah nee, toch niet. Oef. Gelukkig. Ze zijn ook weer al in slaap gevallen. Even zo de medicatie wat ik nog over had aan het nemen ben. Ik ben nog iets vergeten. Maar ja, ik ga niet terug naar boven toe. Nee. Allee, tot s'avonds. Ik wil gewoon een soort masker. Hè. Ah, tot zelfs. Joe. Mooi, kijk eens. Het gaat echt niet goed bij mij. Nou, mijn spieren hier. Ik ben ook net gevallen. Daar. Ergens. Ik heb die hoek. Van het bed. Van het bed in mijn. Onder mij hebben gekregen. En ik zeg het u, ik raad dat niemand aan of niemand toe, want dat doet echt pijn. Daarom dat ik ook moeilijk kan ademen en pijn heb.
daarom dat ik nu de vlog ook ga beëindigen en ik zie dat ik hier ook iets heb. Iets wits. Dat is een stuk tand, hè? Of is dat niet hard? Dat is niet hard. Dan heb je gelijk. Dus ik ga hier de vlog beëindigen. Ik ga dan gewoon rusten nu. Ik heb me echt pijn gedaan. Zeg het maar. Doe maar een blauw duimpje omhoog. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog of een livestream is. Dankjewel om een deel uit te maken van ons leven. Van Dimitri's leven en van mijn leven. Ja. Oh, en nu ga ik rusten. Salut en tot morgen. Dag. Doe maar, schat.